De Nationale Assemblee heeft gisteren de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen goedgekeurd. De verhoging is reeds in september ingegaan en wel van 20% naar 40%. De wetswijziging is aangenomen met 27 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding. Celsius Waterberg van de BEP onthield zich van stemmen omdat hij vindt dat de verhoging de sector niet heeft beschermd. De oppositie stemde unaniem voor de wetswijziging. PALU-parlementariër Cleon Gonsalves stemde tegen omdat hij vindt dat er geen alternatieven zijn aangeboden aan de mensen in de pluimveesector. Vooral in deze precaire situatie is dat volgens hem van belang. Wij voeren nu terug naar het moment waar zowel oppositie als coalitie hun stem motiveren. Wij van de VHP-fractie gaan ook voor deze wijziging stemmen, voorzitter. Omdat wij denken dat deze wijziging goed is voor de sector. Maar wij doen ook een beroep op de regering, voorzitter. Om de middelen verkregen uit de verhoging te stoppen en te kanaliseren naar de sector, voorzitter. Zodat de sector inderdaad er beter van wordt, voorzitter. En dat we dan morgen overmorgen geen spijt van hebben dat we zo'n daad hier hebben verricht, voorzitter. Ook ik wil het totaal parlement oproepen om voor dit wetsontwerp te stemmen. Maar tegelijkertijd wil ik de regering vragen dat er een concreet beleid komt als het gaat om stimulering van deze sector, voorzitter. Dank u wel. Dat is een korte, krachtige aanbeveling. Bedankt, lid Kartabink. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat ik nog korter zal zijn. Ik zeg, vertrouw op onze EGIDU, EGISANI. Met deze wet, aanname van deze wet, zullen wij zeker die bijdrage leveren voor de stimulering naar onze eigen ondernemers toe. EGISANI, EGIDU of EGIDU, EGISANI. Na UNUSANI. En ik vraag bij deze, laat de regering beleid maken voor die stimulering naar deze ondernemers toe. Wij van de PL-fractie stemmen voor deze wet en vraag ook aan ieder voor de wet te stemmen. Nu de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen in het hoogste college van staat is bekrachtigd, moet de lokale pluimveesector ook gestimuleerd worden. En dit meent het parlement. Minister van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, Stefan Tsang, deelde aan het parlement mee hoe dit bewerkstelligd kan worden. Er waren 3-tal vragen waar ik graag op wilde antwoorden. Het lid Forsweek had nog 2 vragen. Daar waren de sociale pakketten vervangen met Surinaamse kip. Het gaat de pakketten duurder maken, maar we kunnen het uiteraard bespreken met de leveranciers. We zijn met de leveranciers aan het praten om te kijken hoe of wat we kunnen doen met de prijzen van de pakketten, maar ook de samenstelling van die sociale pakketten, om in ieder geval meer lokale productie te stimuleren. U wilde ook weten wat er wordt gedaan om de eigen productie te stimuleren. Er komt een bewustwordingscampagne voor toerisme, waarmee we onder andere toerisme gaan stimuleren. Ik ga hier een tip van de sluier lichten. We zeggen allemaal we willen toerisme ontwikkelen, maar dan gaan we het allemaal moeten doen. Ieder persoon, iedere burger gaat het moeten doen. Elke burger gaat moeten werken aan het slagen van ons toerisme. We moeten toerisme gericht denken. Hou je omgeving schoon, hou je omgeving veilig. Doe een beetje aan gastvrijheid, et cetera. Maar we nemen ook mee nationalisme. Minister van Handel, Industrie en Toerisme Stefan Tsang gisteren in de DNA. De ontwerpwet over de wijziging van enige tariefposten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, oftewel de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen, is gisteren met 27 stemmen goedgekeurd.